Naomi Lonwijk, fijn dat je hier bent gekomen, helemaal uit Venlo. Dankjewel. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen, wie ben je en wat doe je? Ik ben Naomi Lonwijk, coach en energetisch therapeut. In je kracht staan betekent dat je de dingen doet die bij je passen. Dat je bewuste keuzes maakt. Zodat jij een succesvol leven leidt. Ik help jou de kracht in jezelf te ontdekken. Met behulp van coaching en energetische therapie. De connectie met jezelf herstellen. Want ik daag je uit om de beste versie van jezelf te zijn. Oké. Dat is bijna een performance wat je hier neerzet. Is dat hoe jij met energie omgaat? Dat klopt. Ik ben iemand die op gevoel werkt. Mm-hmm. Vanuit mijn ware essentie. Mm-hmm. En ik ben dankbaar dat ik dat mag uiten en mag delen met mijn publiek en mijn cliënten. Ja, dus je hebt klanten die je bedient of cliënten die je bedient en dat doe je op energetisch vlak. Klopt. Wat is je achtergrond? Heb je een opleiding gevolgd? Ja, ik heb een opleiding gevolgd tot Reiki Master, mm-hmm. Reiki Master A en B. En daar leer je de essentie hoe ik mensen kan begeleiden zodat ze beter in hun energie gaan zitten. En hoe ze blokkades kunnen loslaten. En die blokkades loslaten heeft te maken dat ze dus niet dicht bij zichzelf staan. Klopt. En dat doe je, is het een one-stop session? Je doet één sessie met ze of zijn dat meerdere sessies? Cliënten kunnen kiezen voor één of meerdere sessies. Mm-hmm. Afhankelijk van de blokkades die vastzitten in hun lijf. Maar ik werk op energie. Ik laat de verantwoordelijkheid bij de cliënten om zelf te voelen hoeveel sessies ze nodig hebben. Maar in eerste instantie kunnen ze bij mij terecht voor één sessie. Met als doel om dichter bij zichzelf te komen. Okay, nice. En nu ben je helemaal uit Venlo vanmorgen vertrokken om hier naar Den Haag te komen, naar de studio. Ja. De West Studio. Wat heeft je bewogen om in ieder geval met mij en met de West-methode aan de slag te gaan? De West-methode spreekt mij heel erg aan, omdat het mij dwingt, stimuleert, inspireert om dichter bij mezelf te komen. Om vanuit mijn stem mijn boodschap te verkondigen. En vanuit mijn diepste essentie mijn cliënten te leren om in hun kracht te gaan staan. Ja, want hoe was het voordat je, want we werken nu een aantal weken samen, hoe was het voor die tijd? Hoe bewust was je van jouw spraak, jouw public speaking? Ik zat meer in mijn hoofd. En door in je hoofd te gaan zitten, dan stroomt het niet. En dan ga je nadenken. En kun je met anderen niet inspireren. Maar sinds ik jou ontmoet heb en jij mij hebt geleerd om vanuit mijn ware essentie te communiceren en mijn stem te gebruiken, stroomt het veel beter, waardoor ik effectiever mijn cliënten kan helpen naar bewustwording en healing. Dus je zegt dat je stem heel belangrijk is geworden, omdat je nu bewuster voelt dat de energie stroomt. Dus zeg je daarmee dat je nu beter met jezelf verbonden bent? Zeker weten. Door vanuit mijn stem te communiceren, wat ik precies voel, vanuit mijn intuïtie, noem het de universele waarheid, stroomt het ook veel beter, voel ik me meer verbonden. Mm-hmm. En wat merken jouw cliënten daarvan? Want ik kan me voorstellen dat je met energie werkt, je zegt Reiki. Maar nu jij nog bewuster bent, kan je nu al zien of horen of voelen wat het voor jouw cliënten betekent? Klopt. Het maakt me meer krachtiger dat ik beter in tune ben met wat de cliënt ervaart, wat de cliënt uitstraalt, waardoor ik hun beter kan voorzien van inzichten, zodat zij sneller en effectiever hun blokkades kunnen loslaten. En doordat ik ook in overgave werk,
stroomt het ook veel beter voor de cliënt. Het is een win-win situatie. Als ik goed verbonden ben, kan ik de cliënt ook beter helpen in healing en bewustwording. Ja, fijn dat je dat zegt, win-win, want ik maak altijd een, ik weet niet of je die grap al een keer gehoord hebt, ik blijf hem vertellen omdat ik hem zo leuk vind. Ja. Is dat het voor mij win-win betekent inderdaad, jij als cliënt, je bent blij met wat je hoort en wat je krijgt aan tools. Ja. En dan, doordat je met jouw cliënten bezig bent, dan worden zij blij, dus dat is de tweede win. En dan zeg ik, ik wil naar een win-win-winsten situatie. De laatste win is voor mij, want dan krijg ik het nu te horen. En dan word ik blij omdat ik jou geholpen heb om jouw mensen te kunnen helpen, jouw cliënten te kunnen helpen. Als je nu kijkt, we zijn pas begonnen, maar je merkt nu al het verschil. Waar zie je jezelf dan ten aanzien van je public speaking en jouw output expansie van jouw bedrijf over 2 maanden, 3 maanden? Ik zie mezelf voor een groot publiek mijn verhaal verkondigen. Misschien 50 tot 100 man. Mm-hmm. Ik begin klein. En ik ga groeien naar wat groter. Mm-hmm. En dat ik anderen mag inspireren om in hun kracht te gaan staan. Te voelen waarom ze hier zijn. Wat ze hier zijn komen doen. Mm-hmm. Dienstbaar zijn. Voor de mensheid. En je mooiste leven leiden. En wat zou dat betekenen voor je als, hè, we praten nu 2 maanden verder, je kan het je bijna niet voorstellen, maar ik zie al dat je droomt al, je ziet het al bijna. Voor. Ja. Hoe zou jij je dan voelen wanneer ik je daarin begeleid en jij daarvoor jouw mensen, wat gebeurt er met je dan? Ik denk dat het niet in woorden uit te drukken is. Het is een proces van overgave. Dus ik laat me graag verrassen, omdat ik niet weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Maar door jouw inspiratie heb ik geleerd om mezelf over te geven aan de energie, aan mezelf, zodat ik mag gaan stretchen. En verschillende kanten van mezelf te leren kennen, kwaliteiten te ontdekken en die te mogen delen met de wereld. Want daar gaat het eigenlijk om. We zijn hier om te creëren. Om de wereld mooier te maken. Voor onszelf, maar ook voor anderen. We hebben sessies gedaan, hè, online via Zoom. En dan nemen we het op, je kan ze bekijken. Maar nu zit je voor het eerst in Den Haag. Ja. Wat voor jou is het verschil tussen de sessies online en de eerste sessie die je face-to-face met mij maakt? Ik denk online creëert een beetje afstand, waardoor je niet alle non-verbale communicaties waarneemt. In vergelijking met het face-to-face coaching, de WES-methode, heb ik opgemerkt dat ik beter verbonden ben met jou. Mm-hmm. Dat je makkelijker signalen oppikt waar ik aan mag werken. En zodat ik het meteen in de praktijk kan toepassen of kan verbeteren. Dus dat is voor mij het verschil. Dus face-to-face coaching vanuit de WES-methode vind ik heel erg waardevol. Mm-hmm. Zodat ik sneller stappen kan maken in mijn public speaking. Mm-hmm. Binnenkort hebben we op de 28e hebben we weer een masterclass staan. Ja. Nou, je bent natuurlijk sowieso ben je daarbij. Je hebt de laatste masterclass meegemaakt. Dat was jouw eerste keer in een hele mooie, intieme, kleine groep. Wat heb je als essentie uit die masterclass gehaald? Wat ik uit die masterclass heb gehaald is laat de controle los. Durven te staan voor je eigen waarheid. En als je dat doet, dan ga je vliegen. Dan gaat je stem open en dan sta je echt met zelfvertrouwen het verhaal ook te delen. Dus dat is mij bijgebleven van de laatste masterclass. Ik heb er heel veel van geleerd. Door jezelf over te geven, ga je meer zelfvertrouwen opbouwen, waardoor ook je stem ook wat opener en wat krachtiger wordt. Mm-hmm. Ze kijken nu mensen naar jou die denken, wauw, dat is een inspirerende vrouw, zou misschien met haar willen werken. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Mensen kunnen terecht op mijn website, www.theafricanspirit.nl. Mijn contactgegevens zijn
info@theafricanspirit.nl of 0621 588514. Ik herhaal 0621 588514. Ga je met mij mee op reis? Zo, je vraagt ze al op reis. Nou, ik denk dat er veel dat willen. Tot slot, dank je in ieder geval voor het feit dat je uit Venlo bent gekomen. Dank je dat je het vertrouwen in de Westmethode en vooral in de technieken hebt gestopt. Het vertrouwen heb je nodig, doordat je de controle loslaat. En nu mag het in uitbundigheid stralen voor jou. Als iemand kijkt en die zegt van ja, maar waarom heb je nu gekozen voor de Westmethode en je dacht erover na, je vond het. En wat zou je als tip geven aan iemand die kijkt? Als tip zou ik mee willen geven om gebruik te maken van de Westmethode. Het kan je helpen om je ware essentie te ontdekken. Je gaat meer zelfvertrouwen opbouwen. En meer spreken vanuit uit kracht, uit overgave. Waardoor je ook anderen gaat inspireren om zaken met jou te komen doen. Naomi Lonwijk, dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor je inspiratie, Winston. Oké.